We zijn hier bij de grensovergang in Siret en ik krijg net uitgelegd dat hoe ze het hier doen is dat de lokale brandweer die wacht mensen zeg maar op aan deze kant van de grens, echt helemaal bij de douane. Omdat mensen die de grens oversteken, die weten niet waar ze terechtkomen, die voelen zich onveilig, zijn bang. Doordat ze door een brandweerman of vrouw opgewacht worden, geeft het gevoel van zeg maar, veiligheid en vertrouwdheid. En de brandweer die loopt met ze, zeg maar, de grensovergang over. En die draagt ze hier over aan de vrijwilligers die voor ze zorgen. En die zegt dan van, hier is iemand, hier ben je veilig, die kan je vertrouwen. Je ziet ook soms de brandweermensen helemaal meelopen met mensen met koffers, dat ze ergens naartoe brengen. Dus dat is de manier hoe ze er hiervoor proberen te zorgen dat mensen zeg maar, zich veilig voelen en hier goed de grens over kunnen steken. We waren hier gisteravond ook echt enorm veel mensen, een gekrioel van belang overal bij de kraampjes van eten, drinken, je kan het zo gek niet bedenken. Maar wat mij ook opvalt, niet alleen de stroom mensen die kant op, maar ook echt een hele stroom bussen deze kant op. Allerlei verschillende landen sturen touringcars om hier busladingen vol mensen letterlijk op te halen. Dus dat vind ik wel indrukwekkend om zo op die manier te zien.